kapper. Naar de kapper. En wat gaan we doen dan bij de kapper? De haren afknippen. De lange haren afknippen. Ik ben zo benieuwd. Ik vind het echt wel een klein beetje spannend zelfs. En als je dan denkt, wat is die pokkenherrie naast je? Nou, dat zal ik je even laten zien. Welkom bij een nieuwe video. Jesse Silver, die vindt het een beetje spannend. Want wat gaan we vandaag doen, Jesse? Naar de kapper. Naar de kapper. En wat gaan we doen dan bij de kapper? De haren afknippen. De lange haren afknippen. En waarom doen we dat? Omdat anders zit alles in mijn oor. En anders komt alles in mijn eten. Dat ook, hè? Het zit veel voor je ogen en jij vindt het niet fijn om te borstelen omdat er klitjes in komen. Hè? En Jesse Silver die heeft helaas de laatste tijd weer oorontstekingen en dan loopt het en dan gaat dat prut in zijn haar zitten en dan komen er nog meer klitten en dat is echt niet fijn. Dus we gaan gewoon voor een heel stoere kapsel. Ik wil geen kapsel. Maar dat is gewoon haar. Dat is gewoon een model van hoe je haar zit. Zo noemen we dat, kapsel. Vroeger heb je ook al zulk stoer haar gehad, hoor. Hey. En wat hebben we gezegd? Als het niet leuk is? Ga je gewoon laten groeien. Precies, komt helemaal weer goed. Nog steeds mezelf, maar alleen ik heb naar de kapper geweest vandaag. Jij bent toch niet Jesse? Ja. Ben jij Jesse Silver? Ja, want ik ben naar de kapper geweest. Vond je het leuk bij de kapper, Jesse? Ja, maar alleen de kapper deed me wel. Oh. Je hebt jezelf gered. Daarvoor is het hoestreflex. Zacht in je keel. Zacht in je keel. Oh kijk, oma is er ook bij. Eva, zeg me. Want dan zo het Peter niet. Ik ben de kapper geweest. En de kapper geweest, ik zie het. Jongen. Wat ben je mooi. En lekker nou niet warm, hè? En geen klitten. Ja, vind je het mooi? Maar ik hoef het ook niet meer te borstelen. Nee. Niet meer te borstelen. Nee, lekker hè? Kam zo roep. Precies, je zo. En dan gaat het ook niet meer in mijn oor. Wat zeg je? In mijn oor. Dat het dan mijn haar in mijn oor gaat. Dat het niet meer, in mijn oor gaat. Oh, gaat niet meer in je haar, gaat niet meer in je oor, hè? Nee. Ja. Want dan zit hij vastgeplakt. Ja, nou dat is toch niet leuk, hè? Nee. Want ik heb nog steeds die oorontsteking. Oh, toch, hè? Hé, Jackie. Dat is niet fijn. Moet er druppeltjes, of niet? Ja. Maar ik heb wel oordruppeltjes gekocht ergens. Bij de dokter. Oh, ja. Ik ging ook nog even naar die dokter. Ja? Ik ging oordruppels kopen. En ken je die rest niet? Wil je hoofd draaien? Je kunt nou zo'n grote knal worden. Naar de achterkant. Achterkant laten zien. Prachtig. Oh, mooi. Mooi hoor.
Oh! Oh, wat een mooi jongetje zit daar. Wat zijn de katten geweest? Wat staat je dat goed, zeg? Voor het geval dat je het nog niet had gezien. Een soort van boom. Geinig. Het is wel een kermis, hè? Ja, het is wel leuk. Christmas fair. Jingle bell, jingle bell, jingle bell way. Oh my gosh, I'm so wise on the super sleigh. Hey! Hey, jingle bell, jingle bell, jingle bell way. Oh my gosh, I'm so wise on the super sleigh. Hey! Sorry, dat ging hard. No way, hard. Gezellig met Olaf en Marcella naar de Royal Christmas Fair in Den Haag. Traditie. Gaat het goed? Lekker leuk, Jess? Ja. Een hele goede avond. Ik ga vandaag voor het eerst mijn wenkbrauwen laten verven met henna. Ik ben zo benieuwd. Ik vind het echt wel een klein beetje spannend zelfs. Want als je het zelf doet, dan is het er ook zo weer af. Maar ik merk dat ik het steeds vaker ga doen. Eigenlijk gewoon elke dag. En toen dacht ik, nou ja... Dan kan ik het beter gewoon door een professional laten doen. Dat het er gewoon echt strak uitziet en dat het er gewoon altijd op zit. Voor een tijd in ieder geval. Dus ik ben benieuwd. Dit is wat ik zelf heb gedaan. Zo, ik ben weer thuis. Hoe vinden jullie hem? Kijk, de haartjes er gewoon doorheen. Ik ben er blij mee. Ziet er altijd misschien wat heftiger uit natuurlijk als je verder helemaal geen make-up op hebt. Maar ik word in ieder geval gewoon wakker met wenkbrauwen. Doei! Goedenavond! Wij zijn onderweg naar Oosterwijk. Want wij hebben een optreden. En als je dan denkt, wat is die pokkenherrie naast je? Nou, dat zal ik je even laten zien. Ik weet niet wat dat is. Ja, daar besta je natuurlijk helemaal geen ruk van. Hij is aan het vernevelen. Want hij heeft flinke verkoudheid, luchtwegklachten. En al een week. En we hebben een optreden. Ja, voor een kerstborrel. Ja, en als je dan een artiest bent... Ja, dan geef je niet zomaar op, weet je wel. Dus het is spannend. Nou, ik hoop dat jullie me goed genoeg konden horen door deze pokkenherrie heen. Maar zo, we zijn aangekomen bij de feestlocatie. Mooi uit, hè? Mooi.
We zijn echt net op tijd binnen, want de storm breekt los. Daar zie je een koe. Zo, we zijn aan het opbouwen. Ook wel lekker dat we gewoon een keer alle kabels en zo bij ons hebben. Ja, dat is ook wel fijn. Dat het gewoon allemaal klopt. En Ewald, die eet een lekkere wang. Een heerlijke wang. Een kalfswang. Een kalfswang. Ja. Hij heeft ook zijn tekeningen meegenomen. Is de kerstman geweest? Ja. Dus dan gaan we vanavond cadeautjes uitpakken. Nee, nu. Nu wil ik maar cadeautjes. Nee, vanavond. Ik wil nu. Ja. Nu, want ik kan de hele ook zien wat erin zit. Kunnen jullie ook zien wat erin zit? Ja, maar zij gaan thuis ook. Ik denk dat de kerstman ook wel bij hun thuis is geweest. Dus dan gaan zij dat bij hunzelf doen. Ja, maar dan kunnen jullie ook zien wat we bij hebben. Zo, samen met mijn nichtje even koekjes gemaakt. Hè? En die gaan wij dan dadelijk eventjes versieren. En papa heeft gisteren zijn nieuw speeltje uitgevoerd. Test. We hebben dus allemaal biefstukjes gekruid met onder andere Griekse kruiden die we nog van Pauline hebben gehad. En nou, lekker peper en zout uiteraard. En die ga ik zo meteen sous vide garen in de oven. Dus met stoom, 50 graden. Ik hou ze natuurlijk rood omdat het voor de catering is. Dan kunnen ze het straks zelf opwarmen in de oven. 50 graden ongeveer anderhalf uur. Dan zou ik... zijn allemaal weer te splashen. En dan zou het perfect gaarheid moeten. Spannend. Dit is heel koud, hè? Ja, lekker, hè? Ik heb hem voor jou bewaard in de koelkast. Ga eens proeven. Nee, dankjewel. Ja, het is heel koud. Hé, je moet nog even je werkseizoen opruimen. Hè? Even alles opruimen dan, dan kan ik zo meteen gaan. Zo koud, ja. Ja. Oké. Kijk eens. Jessie, helemaal zelf bedacht, die snor. Oh ja, dit is snor inderdaad. Ik zag het meteen. Nee, dat is geen snor. Het is geen snor. Nou, dat is een snor. Nee, het is een kruismond. Waar die het mee zo... Oh, een kruismond. Is dat van A Nightmare Before Christmas? Ja, dat die... Dat... Nee, dat hij zijn mond dicht houdt. Ja, dat hij dichtgenaaid zit. Ja. Wat we bij jou ook wel eens willen doen. Net als dat je een beetje blab aan doet. Oh ja, een teempje. Dat is inderdaad wel wat liever. Nee, het ziet er heel leuk uit. Geinig, hè? Naomi heeft er ook een aantal gemaakt. Ja, heel leuk. Superleuk. Kijk dan, een brilletje. Een hartje. Helemaal leuk. Ja. Maar ik heb ook een. We hebben ook gedacht aan de meerkleurigheid van de mis. Sommige die zijn wat donkerder. Ik heb ook een. We willen natuurlijk niemand uitsluiten. Ik heb er ook een gemaakt. Kijk. He? Ze zijn helemaal rook. Weet je welke van mij is? Nou, laat even zien welke van mij is. Spruitjes. Kijk, ik heb er ook nog eens die zo leuk is. Dat is. Dat was het ook alweer. Deze was ook van mij. Deze? Ja. Deze? Ja. Ja, die met dat hartje. En ook met deze. Jij bent wel van de hartjes, hè? Die zijn zo leuk. Maar deze heb ik ook van mij. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
Nou, is de kerstmarkt al geweest? Ja. Oh, ik ben benieuwd. Is er een cadeautje voor iedereen in cadeautje? Ja. Wat is het dan? Snorwaarders, dat zijn echt... Dat is waar. Hé, kijk eens. Wat? Wat? Nee. Wow. Pokeball met Pikachu. Die dat en een riem. En die wilde je toch super graag? Die kerstmannen. Oh. Ik wil nu de doos even. Laat het eens zien. Met een echte riem. Ja. Kijk, en dan kan je ook volgens mij, als ik het goed zie, nog meer ballen verzamelen. Dan heb je allemaal verschillende ballen met ook met de dingetjes erin. En dat je dan ook zo kan gooien. Zoiets wel, denk ik. Pikachu, ik kies jou. Maar smaak is op. Maar gooi je zo het raam in. Ja. Nee, maar geef eens. Wil je hem even voor me uitpakken? Zullen we eerst even de andere twee cadeautjes doen? Oké. Ja. Papa. Nee, mama maar eerst. Wat is het? Zo'n kerstman. Nou, het voor mij hebben bedacht dit jaar. Ik denk op Puppy. Die hoort er niks in. Nee? Kijk, maar die kan toch niet in de doos zitten? Oh, wat een mooie doos! Mag ik zien? Super mooie doos! Wat is het? Nou. Yes! Yes! Ik heb AirPods! AirPods bedoel ik. Oh. Weet je waar ik daarmee ben, Jessie? Nee, daar heb ik geen draadje meer. Die mag je wel even openmaken. Les. Open Powerhouse staat erop. Er staat Powerhouse op. Want jij bent mijn Powerhouse. Pikachu. Wist die kerstman? Ja! Dat is een klein haartje. Hij kan niet meer open. En omdat het oplader is, is het ook de powerhouse. Is het ook de powerhouse? Jij bent mijn powerhouse. Dat heb ik gevraagd aan de kerstman om het op te zetten. Ja? Ja, in de zwarte. Oh, het is een noise kerstman. Ja, dit is. Het is niet de nieuwste generatie, want je had minder opties. Misschien kan het ook wel in het zwart. Ineens. Is jullie geluid weggetrokken? Hè? Dat is raar. Vet. Kan Happy! Ik kan niet. Dankjewel, kerstman! Dankjewel, kerstman! Nou, zijn we klaar, denk ik, of niet? Nee, papa. Oh! Maar dit ook? Nee, dat kan niet. Nou, dit is papa. Ik kom. Wat zou papa hebben gekregen van de kerstman? Papa heeft niks. Nee? Nee, helemaal niks. Ja. Dat was niet veel. Misschien heb je wel ergens anders cadeautje verstoken. Misschien wel. Heb ik niet. Niet. Echt waar? Want ik kan zomaar wel eens gebeuren. Wat heb je gekregen? Een smartwatch. Oh. Ik heb een slim horloge. Eeuw, wat leuk. Kijk. Super gaaf. Ik hoor erbij. Zo. Kerstman. We zijn wel flink verwend, vind je niet, Jessie? Ja, we kunnen ook nog even zoeken of er meer cadeautjes zijn. Nee. Nou, dan is het echt wel onder de boom gelegen.
Maar misschien had hij geen plek meer. Misschien dacht hij, nou, ik zet nog wel ergens anders ook een doodje. Maar ik denk dat hij met de Sinterklaas heeft afgesproken van, doe jij dit jaar heel veel cadeautjes en dan doe ik een mooi groot cadeau voor iedereen. Ja, ik vind het wel weer uitkorten geblazen hoor. Hé? Hey, Pikachu! Hallo! Een hele fijne kerst! Ik heb het gevoel alsof we heel weinig hebben gevlogd. Dat het zo chaotisch en druk is geweest, zeg maar. Ja. Het is echt, we hebben alleen maar losse vlodders. Dus zorg je ervoor? Losse vloggers. Losse vloggers. Vloggers. Ja. Ja, maar, ja, Sergio die is ook nog steeds niet helemaal in orde. Ondertussen een catering die gedaan moet worden voor de kerst. Dus, terwijl hij ziek is en ook gewoon nog nachtdienst heeft. Maar goed, we maken er het beste van. 3 dagen vrij, dan nog 2 nachtdiensten en dan ben ik klaar voor dit jaar. Dat klinkt heel lang, maar dat is... Dat is een beetje. Nou ja, ondertussen krijgen wij dadelijk ook nog gezellig toch nog onze familie op over de vloer. We dachten het rustig aan te doen, maar het is toch een beetje gezellig uit de hand gelopen. Dus mijn moeder komt straks en mijn zus met de hele aanhang. En dan hadden we natuurlijk toch een beetje extra ruimte nodig. Nou, gelukkig hebben we natuurlijk een tafel die we hadden gekocht tafel? Voor buiten. Tafel? Alleen wat we al wisten is dat deze tafel niet eigenlijk voor buiten was bedoeld. Dus dit is helemaal gaan verkleuren. Nou moet ik zeggen dat ik het ook wel wat vind hebben. Het ziet er alleen een beetje gek uit dat die middelste planken die dus opgebergd, opgeborgen zijn, dat die wel netjes zijn. Maar ja, goed. Het is in ieder geval heel handig, want we kunnen hem helemaal uittrekken. Ik heb alleen nog geen stoelen. Dus die ga ik zo eventjes bij mijn moeder ophalen. Want ja... Daar moeten we ook nog steeds in investeren, stoelen. Maar het is niet echt zomertijd, zeg maar. En genoeg kosten. Volgend jaar weer een nieuw seizoen. Dan gaan we misschien die stoelen bij die Sklum. Sklum. Ja, die waren wel mooi, inderdaad. Met de mooie kleuren. Hebben we al verteld wat we hebben geboekt? Volgens mij wel. Ja? Dat moet ik nog eens zeggen. Oké. We gaan naar Londen. We gaan naar Londen. Ja, leuk. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik roep dat al een hele tijd. Van, het is zo dichtbij. Ja. En het is toch anders en leuk en ik wil daar naartoe. En we hebben eindelijk geboekt. We gaan in februari tijdens de verjaardag van Sergio. Het klinkt leuk als we zeggen, we gaan voor de verjaardag van Sergio. We gaan voor de verjaardag van Sergio gaan we naar Londen. En we gaan maar in ieder geval naar de Harry Potter studio. Ja, Jessie die heeft koekjes gemaakt. Heel mooi. Ik heb deze. Maar weet je wat ga ik ook doen? Ik heb ook zeker. Is druk, hè? Oh, mooi. Ja, dus we gaan in ieder geval dan naar de Harry Potter studio. Jojo. En ja, nog andere dingen. Ik woon in ieder geval op een hop-on bus en zo. Dus nou ja, hopelijk wordt het leuk. Ik ben benieuwd of het bij jullie ook zo chaotisch is tijdens deze feestdagen. We horen het graag. Zo, daar staat alles. Je hebt het gered, schat. Het is weer gelukt. Knap hoor. Knap. Tussen alle stress en ziekte door. Ondertussen hebben wij de tafel alvast een beetje gezellig gemaakt. Een stoelbak neergezet. Helemaal leuk. En Home Alone staat nog eventjes op. En een hele goede morgen. Het is... Tweede kerstdag. En het was heel gezellig gisteren. Tweede kerstdag. Nee, het is de tweede kerstdag. Het was kerstavond en toen eerste kerstdag en nu is het tweede kerstdag. De laatste kerstdag.
Nee, het is de 33. Het is vandaag de tweede. Want hier kwamen de cadeautjes. En hier kwam de machine. Oh, ja. En hier is het vandaag. Oké, ja. En nou, gisteren was het dus heel gezellig. Mijn moeder is geweest, mijn zus met de hele aanhang was helemaal gezellig. En nu vandaag komt oma Anja. Oma Anja, opa Roef, tante Elena met de kids. Ook gezellig. Het was laat geworden. Het was uiteindelijk... Ik ga even zo zitten, want dat zonnetje schijnt zo lekker in mijn gezicht. Ik kan alleen mijn ogen niet meer open doen. Ja, beter. Nou ja, ja, zo. Ja, het was 12:15 geworden of zoiets. Volgens mijn Samsung Galaxy Watch 6 gingen wij om 3 uur slapen. Ik weet niet wat er in de tussentijd is gebeurd. Nou. Maar het was niet veel laat. 3 uur was zeker niet. Nou ja, ik zou denken, ik ben wel om 3 uur nog beneden geweest. Had je weer een episode? Maar papa, ik heb geslapen. Ik heb heerlijk geslapen. Een beetje kort. Ja, nee, dus het was hartstikke gezellig. Lekker gekletst en gedaan. Een klein spelletje met Sjoelbak gedaan. Een heel klein spelletje. En vandaag komen dus inderdaad Anja en de familie. Dus het wordt ook weer gezellig. En vandaag komt ook... Vaas, dat is ook een familie. Vaas? Vaas is de buurjongen. Nou, Sergio die moet nog eventjes... De laatste cateringen. De laatste catering inderdaad voorbereiden. Ja. Tot nu toe fantastisch commentaar gekregen, hè? Ja. Fantastisch feedback, het was fenomenaal. Fenomenaal, het was geweldig. Reserveer alvast voor volgend jaar. Ja. En eentje moet nog reageren, dus daar ben ik heel blij mee. Ja, dat is het grootste compliment dat je kan krijgen natuurlijk, hè? Ja. En dat allemaal terwijl je ook nog eens ziek was en je echt vooruit moest slepen, zelfs dan maak jij nog een pareltje. Ik was wel even bang inderdaad dat ik het niet allemaal mee goed kon proeven en zo. Ja. Maar nee, het is goed gegaan. Ja. Dat is de ervaring. We hebben er zo weer doorheen gesleept. Ja, naar bijna 30 jaar ervaring. Nee, dan was ik 8. Ja, gaat wel 20 jaar. Nee, 15. 25. Nou, helemaal leuk. Ja, superleuk. Zo, het einde van de tweede kerstdag. En we gaan lekker in bad. Eindelijk, na 2 maanden mag ik weer in bad. Het bad voelde zich een beetje verslonst. Ik voelde zich een beetje achter. Het bad voelde zich een beetje achteruitgesteld, want hij was helemaal verstopt. Ja, ik doe de camera niet te veel omlaag, maar ik zeg eindelijk na 2 maanden mogen we weer een bad. Het is even geleden inderdaad, ja. Ik heb er wel zin in. Ik heb er ook even zin in. Even relaxed, even filmpje op. Even naar babbelen. Babbelen. Even naar babbelen. Nee, het is nog geen oud en nieuw. Dus hopelijk vonden jullie dit toch nog een leuke video. Het heeft weer eventjes geduurd, want het was echt stress, ziekte, gekkenhuis. Compleet gekkenhuis. Maar hopelijk vonden jullie toch weer een leuke video. Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, het belletje aan te zetten. En dan zien we jullie weer heel graag bij een nieuwe video. Ciao! Ciao!